bij deze nieuwe video. Meestal wanneer ik een video begin, weet ik al precies wat voor make-up look ik ga maken. Maar vandaag weet ik dat niet, want een Instagram filter gaat mijn make-up kiezen. Oh my god, ik ben zo benieuwd. Dit idee heb ik van Nikki Tutorials. Zij heeft ook een video gemaakt waarin een Instagram filter haar make-up kiest. Echter is die filter van haar iets anders dan die van mij. Haar filter bepaalde echt welk product ze moest gebruiken. Ik heb dus echt superveel van die producten niet. Dus als ik die filter had gebruikt, dan had ik dus de hele tijd het probleem gehad dat ik de make-up niet had. Dus ik heb een andere leuke filter gevonden en die geeft mij een make-up look die ik moet maken. Dus geen producten, maar de look. En ik ben echt super benieuwd, want er zit ook echt één look bij die is helemaal zo super apart en freaky. En ik hoop niet dat die op die look valt. Ik hoop gewoon dat die op een normale look valt. En ik heb dus echt nog geen enkel idee op welke look die gaat vallen, want dat gaan we zo meteen samen doen. En ja, ik vind dit dus echt een super leuk video idee, want ja, nou kan ik gewoon niet bepalen wat ik ga doen, maar ja, een filter gaat het bepalen voor mij, like whatever. Dus vind je de video nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Oké, mensen, ik ga de filter erbij halen. Het is dus op Instagram. Als je mij nog niet volgt op Instagram, waar wacht je op? Ik plaats elke dag make-up looks op Instagram en ook al mijn video ideeën, vragen en zo. Ik stel altijd alles op Instagram, dus als je wat meer contact zou willen met mij, dan volg me vooral op Instagram. Even kijken. Ik ga even de filter erbij halen, jongens. Oké, dit is dan de filter. Ik moet hem dus ingedrukt gaan houden. En dan gaan we zien op welke look die valt. Ik ben echt zo benieuwd. Oh my god. Oké, ik ga beginnen. Oké, mensen. Dit wordt dan de look. Helemaal rood. Oké, als ik zo de look eventjes goed bekijk. Ik heb een heel glowy gezicht. Ik heb sproetjes. Ik heb een soort van een rode winged eyeliner met een hartje hier beneden. Ik heb rode lippen. Ik heb lekker veel blush en highlighter op. Dus ook die sproetjes, dat vind ik wel heel leuk. Oké, dus het is gewoon echt een heel glowy gezicht met vooral veel rode make-up. Oké, nou dit gaan we doen, jongens. Het is dus niet echt een hele heftige ooglook. Het is gewoon letterlijk alleen maar een wing. En er is vooral veel gefocust op het gezicht. Dus dat gaan we vandaag ook doen. Het wordt dus een hele mooie glowy gezicht met sproetjes, blush en heel veel highlighter. Oké. Dit is echt zo weird. Ik heb nog nooit zo'n look gemaakt. Omdat mijn gezicht in die filter dus zo glowy is, ga ik vooral glowy gezichtsproducten gebruiken. Ik ga mijn gezicht primen met de NYX Honey Do Me Up Primer. Dit is altijd zo'n gedoe om goed aan te brengen. Als foundation gebruik ik ook weer iets van NYX, mijn NYX Born to Glow Foundation. Ik heb hem in de kleur Medium Olive. Ik ben nou weer iets lichter, dus dit is de kleur die nou matcht, denk ik. By the way, als je een deel 2 van zo'n soort video wilt zien, let me know, want ik vind het echt heel leuk om te doen. En dan zoek ik gewoon weer een andere soort filter en die moet dan mijn make-up kiezen. En dan als concealer gebruik ik ook mijn NYX Born to Glow Concealer in de kleur Vanilla. Mijn gezicht is niet per se heel erg gecontourd in die filter, dus ik ga geen cream contour aanbrengen. En ik zie ook dat mijn voorhoofd ook helemaal is verlicht hier helemaal. Dus ik breng lekker veel concealer aan. Dit doe ik normaal niet, want ik heb een best wel groot voorhoofd. Dus ik verlicht het hier niet te veel. Anders vergroot het de boel alleen maar meer. Dus dit doe ik normaal niet zoveel concealer hier. Maar nou wel, omdat mijn gezicht gewoon echt heel erg verlicht is in de filter. Als losse poeder gebruik ik mijn Technique Vitamin C poeder. Dit is een losse poeder. Ik ga die alleen maar aanbrengen hier bij mijn wallen om het crease daar te stoppen. Ik breng het verder niet aan op mijn gezicht, omdat ik echt een glowy gezicht wil behouden. Dus ik doe echt alleen maar zo hier. Hier en op mijn ooglid. Ik ga wel cream bronzer aanbrengen. Ik ga dus voor cream, want dat is iets meer glanzend en glowy. Ik gebruik mijn Revolution Fast Base Stick in de kleur F13. Want nee, echt voor een glowy face wilt gaan, kun je het beste lekker veel cream producten gebruiken. En dit blend ik dan weer in met mijn spons. En ik zie op die foto ook echt wel zo bruin hier allemaal. Dus op die foto is er wel een soort van bronzertje, maar het is allemaal heel glanzend. Dus vandaar dat ik ga voor cream.
En mocht je je nou afvragen van waarom is dit dan geen cream contour, maar cream bronzer. En dat is omdat je, zoals je wel kunt zien, de kleur is heel warm. En een contour is meer cool tone. Die shaped je gezicht echt. Het is een beetje een soort van schaduw. Maar omdat ik nou een hele warme kleur gebruik, is het dus meer een bronzer. En die maakt je gezicht gewoon iets meer, ja, bronzy, iets meer warm. Oké, blush. Het is echt heel erg roze bij de wangen. Dus dat ga ik ook aanbrengen. En ik gebruik hiervoor een lipstick. Ik heb hier van Model Co. een lipstick. Die is in de kleur Rhubarb. Die had ik ooit gehad in een goodie box. En toen stond er ook in die box erbij. Je kunt hem als lipstick gebruiken of als cream blush. En dat klopt ook echt. Dus ik breng even een beetje zo hier aan op mijn hand. Kijk, het is een hele mooie, beetje donkere roze kleur. Dan pak ik gewoon een beetje met mijn vinger. En dit breng ik dan aan op de plek waar ik gewoon altijd blush aan breng. En dan dep ik het erin zo. En dan blend ik het uit met een schone vinger. Het volgende dat ik ga doen, ik zie op die neus ook echt een bruine lijn hier bij mijn neus. Dus die is ook echt gecontoured. Dus ik ga ook even mijn neus contouren. En ik gebruik hiervoor mijn Kat Von D Shade & Light contour paletje in de kleur Deep. En de contour op die foto is echt oprecht best wel heftig. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Mijn gezicht ziet er nou een beetje gek uit. Maar het komt goed, jongens. Dan ga ik nou cream highlighter aanbrengen. Zoals je kunt zien op die foto. Mijn hele gezicht is glowy. Ik gebruik hiervoor mijn Huda Beauty 3D highlighter paletje. En de kleur hier is een cream kleur. Dus die ga ik gebruiken. En die breng ik lekker heftig aan. Vooral hier is die lekker veel. En bij mijn voorhoofd, hier op mijn neus. Dus gewoon eigenlijk een beetje op de standaard plekken waar ik het altijd doe. Maar dan toch een tikkietje meer. En ik gebruik hiervoor mijn spons. Ik pak het gewoon zo op met de spons. Dat doe ik altijd. En dan gewoon zo indrukken. En dan lekker veel. En dan om het nog heftiger te maken ga ik ook nog in met de glanskleur hier ernaast. En dit is gewoon een poeder. En nou wordt het echt super heftig. Die kleur breng ik dan ook aan op mijn neus. En dan ook een beetje onder mijn wenkbrauwen. Mensen, heb ik nou een glowy gezicht of heb ik een glowy gezicht? Ik ga nou heel even stoppen met mijn gezicht. Ik moet nog de sproeten aanbrengen en zo, maar dat doe ik zo meteen. Ik ga beginnen aan mijn ogen en ik ga gewoon een rode winged eyeliner maken. En ik heb hier super handig de NYX Vivid Bright Eyeliner in een rode kleur. Deze kleur heet Vivid Fire. Die is gewoon rood en daarmee maak ik even een wing. Hopelijk is hij nog goed. Ik heb hem al heel lang. Mensen, kijk even, dit kwastje is niet meer echt optimaal. Maar ik ga toch gewoon ermee proberen aan te brengen. De wing is ook niet heel lang. Hij is gewoon best wel kort. Dat ga ik ook doen. Oké, de wing is gemaakt. Ik moet toch zeggen, ik vind het iets te fel rood. Op de foto is het toch iets meer bordeauxrood. Dus ik ga er denk ik overheen met mijn Revolution Cream Lipstick. Deze is in de kleur Vampire. Kijk, dit is een beetje een meer donkere bordeauxrood. En dan gebruik ik een heel klein kwastje om er gewoon overheen te gaan. Dit kwastje is geen make-up kwast. Dit is een verfkwast. Maar deze is zo super dun. En ik kon die niet vinden als make-up kwast. Dus heb ik hem gewoon bij een verfafdeling gehaald. Maar deze is dus super fijn. Dus ik ga even gewoon met dit daar overheen. En dan zien of dit een beetje werkt. Ik hoop het wel. Oké, kijk, ik zie al gelijk heel goed een verschil. Hier is het nou echt een stuk donkerder en hier is het meer fel rood. Ik vind dat die echt meer op de foto lijkt. Dus ik ga dit ook eventjes hier doen. Oké, nou dat is gewoon godzijdank helemaal goed gelukt. Dan zie ik op de foto ook dat ik echt hele kleine hartjes heb hier beneden. Maar ze zijn wel echt super klein. Ik weet niet in hoever ik ze zo klein kan maken. Maar ik ga het gewoon weer proberen weer met mijn Revolution Cream lipstick. Maar dit wordt echt moeilijk. Ik gebruik weer die mini kwast. Dus mensen, ik breng heel even mijn spiegel in beeld. Anders kan ik het echt niet goed doen. Oké, nou dit moet echt in één keer goed gaan. Oh kijk, het is gewoon gelukt. I love it. So cute. Oké, nu nog de andere kant. Niet te blij doen. Oké, die ging iets minder goed. Dat is iets minder een goed hartje. Die hier ging echt beter, maar... whatever, ik heb gewoon mijn best gedaan. Het is wat het is. Als mascara gebruik ik mijn groene Princess Lash mascara van Essence. Ik zie ook op die foto dat ik mascara op heb op mijn onderste wimpers, maar echt maar een heel klein beetje. Dus ik breng daar niet te veel aan.
Ik zie ook dat de mascara op de onderste wimpers vooral hier in de hoeken is. Dus dat heb ik ook gedaan. Op die filter zie ik ook qua wimpers dat ze vooral hier in de hoek vrij heftig zijn. En binnenin wat minder. Dus het is echt zo'n cat eye effect. Dus ik heb hier nep wimpers van de AliExpress. Ik weet alleen niet meer welke dit zijn omdat ik altijd zoveel bestel. Maar zoals je kunt zien worden die ook heftiger hier in de hoeken. Dus deze ga ik opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Zo, wimpers zijn opgeplakt. Ik heb ze ook vooral zo hier in de hoeken geplakt. Zodat je echt dat wing effect krijgt. Oké, wat moeten we nog doen? Sproetjes. Ik ga ook sproetjes aanbrengen. Ik gebruik hiervoor mijn Benefit Hoola bronzer. Want die heeft echt zo'n perfecte sproetjeskleur. En dan gebruik ik weer zo'n hele dunne kwast. Dit is een kwast van NYX Cosmetics. Nummer 11. En ik maak die nat met fixing spray. En dan ga ik gewoon een beetje sproetjes aanbrengen hier overal. Dit is zo cute. Kijk die sproetjes. I love it. Dan de lippen. Ik breng ook weer die Revolution Lip Cream aan. Ik zie echt wel op de foto een glans op mijn lippen. Dus het is iets van een glossje. En dit is een matte lip cream. Dus ik ga nog hier overheen met deze Catrice Lip Gloss. Dit is de Generation Plump & Shine Lip Gloss. En dit is de kleur 110 Shiny Gamette of zoiets. Dit is ook zo'n beetje een Bordeaux glanzende kleur. En die breng ik er nog op aan. Zo, nou heeft hij ook een mooie glans. I like it. Om mijn gezicht als laatste nog extra glanzend te maken, gebruik ik mijn Wet n Wild x Bradman Rock Jungle Rock Setting Mist. Ik zie op de foto nog wel dat er ook een beetje blush is op mijn neus. En dat heb ik niet gedaan. Dus dat ga ik alsnog doen met mijn I Heart Revolution Heartbreaker Blush. Dit is in de kleur Inspiring. En dit is een best wel rozige kleur. En dan breng ik die kleur nog zo'n beetje aan hier op mijn neus. En dan breng ik ook weer die glow hier opnieuw aan. Het enige wat ik mis is nog iets van glow hier in mijn binnenste ooghoek. Maar op die filter heb ik dat helaas niet. Dus ik laat het zo. De glow hier is ook best wel heftig. Dus ik breng lekker veel aan. Zo, en ik denk dat dit wel ongeveer de look is. Nou, dit is dan het eindresultaat van de filter look. Ik vind het best wel goed gelukt. Ik was een beetje bang voor de hartjes. Die is ook niet echt super goed gelukt, maar die hier wel. Dus ik ben al blij dat één van de twee goed is gelukt. Ik vind de sproeten en de blush zo op mijn neus, die combi, vind ik super schattig. Dat is echt te cute. En ja, I like it. Ik heb lipstick op mijn tanden. Wat vinden jullie ervan? Heb ik het goed gedaan of heb je iets van wat beter gekund? Let me know. Ik vind dat het mij op zich best wel goed is gelukt. Mijn gezicht is ook echt ultra glowy, zoals je kunt zien. Ik hou altijd wel van een glowy gezicht, maar niet zo extreem. Maar ook dat vind ik wel iets hebben. I like it. Dus ja, ik ben heel blij met de make-up look die de filter heeft gekozen. Ik hoop jullie ook. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die ook het... Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer allemaal snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!